geboren Amersfoort. Dan kun je het beste nu al richting links aangeven. En hier zit een voorzoetstrook op, daar willen we natuurlijk vanaf het begin op gaan rijden. En dan willen we, omdat het zo nat weer is en zo glad, willen we alles snel eruit halen op die strook. Dus we gaan nu heel mooi voorsteren, gaan we remmen naar 30, terug naar 2. Remmen naar 30, terug naar 2, dan hebben we een mooie snelheid en dan gaan we nu nog mooi naar links sturen. Dan kun je dus nooit de bocht uit vliegen. Door te remmen naar 30 en terug naar 2. Nou, het regent best hard. Het wegdek is heel nat van al het water. Het is behoorlijk glad is het. We volgen de borden naar Amersfoort. Kijk, we kunnen nu naar 4 schakelen, want deze invoegstrook is zo lang. Dit is een combinatiestrook. En willen we natuurlijk sneller maken, want nu is het dus na, nee, het is nog niet na 7, hè, dus je mag nog steeds maar 100. En wat heel belangrijk is de afstand. We willen nu zeker 4 seconden afstand houden. Dat is nu alleen een beetje lastig te zien, maar als de achterkant van de auto die voor ons rijdt, als die langs een vast punt komt, dan tellen we 21, zoals bij de blauwe bord daar in de verte. 21, 22, 23, 24. Wanneer wij met onze neus daar komen, dan hebben we dus 4 of 5 seconden afstand. Dat is gewoon veilig. Nou, we gaan nu de afslag Amersfoort nemen. Het regent echt heftig vandaag. Dan kijken we op de vluchtstrook of er niemand op de vluchtstrook rijdt. En dan normaal kunnen we bijvoorbeeld wel remmen naar 60 voor de bocht. Maar nu moeten we zeker remmen naar 50 en terug naar 3. Omdat dat veel veiliger is. Dus dan remmen we naar 50, gaan we terug naar 3. Zijn we klaar ruim voor de bocht, laten we de koppeling ook opkomen. En dan kunnen we mooi rustig de bocht door. Wat ook weer prettig aanvoelt natuurlijk. En je kan altijd je gas loslaten als je denkt dat je iets te hard rijdt. Dat is sowieso beter dan te hard te gaan remmen. Nou, dan geven we alvast onze richting aan links aan. Dan weet iedereen dat we graag naar links willen en dan kunnen we ook zien dat andere verkeer naar rechts wil. Dan kijken we, binnenspiegel, linkerbijspiegel, naasje, richting aan links en nu kunnen we naar links toe. En dan schakelen we naar 4 en daarna schakelen we weer naar 5 en wij volgen de borden Soesbaar Noord. Kijken we nu nog wel afvast de binnenspiegel, rechter buitenspiegel, rechts over schouder. En dan gaan we nog een keer kijken, binnenspiegel, rechter buitenspiegel, rechts over schouder. Nou, dan weer, omdat het zo glad weer is, kunnen we het beste remmen naar de 60 voor de bocht die er straks aankomt. En wat we altijd kunnen doen is ons gas loslaten in plaats van remmen. En dan rijden we nu 45, dat is wel een prettige snelheid. Nou, dan willen we straks bij de verkeerszetter linksaf. Als we nu goed kijken naar de voorsorteerborden, zijn er 2 banen voor linksaf. Dus we blijven gewoon op de rechterbaan rijden voor linksaf. En willen we weer remmen naar 30 en terug naar 2. En dan moeten we inderdaad goed op de rechterbaan blijven. Dan kunnen we weer wat sneller maken. Dan volgen we de bordenbaan.
Hier komt een losse bocht aan. Dan willen we ook weer remmen naar 30 terug naar 2, ook weer omdat het zo glad is. En dan kunnen we ook mooi rustig door deze S-bocht heen. En voelt alles ook veel prettiger aan. Dan willen we graag naar Baarn. We kunnen eigenlijk op twee manieren. We kunnen op de originele manier, dan pak je dus... Dan gaan we nu één baan naar links. En dan gaan we dus via de middenring, de binnenste ring, gaan we naar Baarn toe. Dat is dus linksaf en dat is dan de derde afslag. Dan gaan we weer remmen naar 30, terug naar 2. Dan pakken we de middenring. En dan gaan we naar de overkant. Dan gaan we naar de overkant, gaan we kijken of we één baan rechts kunnen. Mocht het niet kunnen, doen we nog een rondje. Maar dan kijken we nu binnenspiegel rechter bij de SOS Schouw, doen we richting rechts aan. En dan zijn we aangekomen in Baarn.